Oké, dit wordt misschien toch nog best wel een uitdaging. Dit doe ik allemaal in de schuur. Deur op slot. En stappen zetten en tv kijken. Ja, Tobias en Stijn weten inmiddels dat onze zorgverzekering van dit zo gezonde keuzes beloont. En daarnaast ook nog eens de laagste premie heeft. Om dit ook met de rest van Nederland te delen, gingen zij voor dit zo in Zo Gezegd Zo Gezond op de gezonde tour. In dit vierdelige videoformat lieten zij zich aan de hand van een gezonde snackmuur een week lang een gezonde levensstijl aanmeten. In de vakjes geen gefrituurde versnaperingen, maar gezonde keuzes. Ik mag geen alcohol drinken voor een week. Geen suiker eten. 250 gram groente en fruit per dag. Zet 10.000 stappen elke dag en een week lang. Dat is echt heel erg veel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, kom maar. Dit schiet gewoon niet op. Ondanks dat Stijn af en toe wat smokkelde, spelen maar, inspireerden de video's een hoop mensen tot het maken van gezonde keuzes op het gebied van voeding en beweging. Hoppatee, even stappen maken, hè? De kijkers die een positieve engagement vertonen met de content werden geretarget met informatieve video's. Wat betekent eigenlijk een vrije ziekenhuiskeuze? Hey Lisanne, wat is eigenlijk die gratis pechvogelhulp van dit zo? Waarin zij antwoord kregen op dit soort praktische vragen. Want overstappen is eigenlijk best makkelijk. Toch Stijn? Makkelijker dan deze oefening, denk ik. Maar verder hoef ik helemaal niks te doen. Nee hoor, alles wordt geregeld. Dat klinkt perfect, ik ben om. Om de zeer geïnteresseerde kijkers ook dat laatste zetje te geven, sloten wij de campagne af met celcontent in de vorm van gifjes. Die hen opriepen om een basisverzekering af te sluiten bij dit zo tegen een scherpe premie voor 2020. We bereikten deze doelgroep op meerdere kanalen door het inzetten van display. De campagne was een groot succes. Met maar liefst 12 miljoen impressies werd de doelgroep op verschillende touchpoints bereikt. En met 9,5 miljoen videoplays en een ad recall rate van 2,8% scoorde de campagne goed. Daarnaast was de campagne niet alleen online, maar ook offline zichtbaar. Zoals we al zeiden, zo gezegd, zo gezond. En wanneer stap jij over?